Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, voetbal is natuurlijk mijn passie, dat weet iedereen. Ja, en dan voetballen in de zaal. Dat is het enige land in de wereld die hebben het over zaalvoetbal. Jongens, stop nou eens met die flauwekul. Ik heb het eindelijk gevonden, in deze regio bijna niet meer te vinden, maar bij Bres wel, futsal. Timothy Narold, futsal of zaalvoetbal? Futsal. Waarom? Futsal. Nou, als we kijken naar het EK, wat we hebben gezien, en ook Groene Ster bij ons hier vlakbij in de buurt. Ja, die mannen die spelen allemaal gewoon futsal. Zaalvoetbal zijn we allemaal gewend, maar futsal, ook omdat we hier in Breda zitten en heel veel internationale studenten hebben. En futsal is toch een begrip werelds. Verschil van regels? Eigenlijk wel, maar ik hanteer nog de softe regels. Voor degenen die het echt niet weten, je speelt ook met een non-bouncing ball, zoals het eigenlijk heet. Ja, hè? Nee, dat klopt. En wat we heel merken hier bij Bres en in Breda is dat er heel veel veldvoetballers komen. En die moeten nog even wennen. Het duurt een half jaartje. En dan zijn ze eigenlijk wel gewend aan de zaalvoetbalregels. Giga veel mensen die het zijn gaan beoefenen, dames zowel als heren. Hoe lang duurt de competitie? De competitie duurt een heel jaar en er zijn twee competities gedurende het jaar. En daar zit een hoofdklasse en een eerste klasse. En iedereen speelt een bekercompetitie. Dus iedereen kan elkaar tegenkomen in de hogere klasse, maar ook in de wat lagere klasse. Nou, ik ben op zoek gegaan naar het voetbal. Ik kon het nergens meer vinden in het hele Bredaarse. En bij de Bres gelukkig wel. Ja, absoluut. Voetbal. Hey. Maar de sport van de toekomst. Dankjewel. Hey, Timothy, bedankt. Jij ook. Oké, ja. Succes. Frans Vier, wat is eigenlijk jouw functie binnen de Bres? Ik ben sinds 1 september vorig jaar 2015 directeur van de Bres. Bres betekent? Het is eigenlijk Bres Studentensport. En Bres is een exploitatie BV onder een stichting, Stichting Bres, die studentensport stimuleert en faciliteert. Diegene die dus geen student is, kan ook deelnemen? In ieder geval squashen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen ze ook wel wat andere dingen doen, groepslessen en dat soort zaken. En we hebben een heel uitgebreid programma ten aanzien van volleybal, futsal, basketbal, badminton. En als we daar geen niet-studenten zouden toelaten, zouden we gewoon te weinig animo hebben. Dus het is, en dan is ook de competitie is leuk, omdat de studenten, je breidt ook hun maatschappelijk gedeelte een beetje uit daarmee. De rode draad is wel het futsal geworden. Hè? Ik had hem in de inleiding gezegd, eigenlijk ook bollige zaalvoetbal, gewoon futsal. Je hebt het ook overgenomen, waarom eigenlijk? Ja, nou, we hebben gezocht naar iets wat veel mensen aanspreekt. Zowel dames als heren? Het gek genoeg is de drijvende kracht erachter het damesvoetsal. Dat is op maandag, we zijn begonnen in september met 6-7 meiden. En inmiddels zijn het er dik 25. Soms een beetje afhankelijk van tentamens en wat er zijn, een 30. En het futsal spreekt internationale studenten, die hebben natuurlijk in Breda heel erg veel ook wel aan. En dat zijn ook degenen die het meest frequent bij ons aanwezig zijn. In tegenstelling tot de Nederlandse studenten, die zie je wat minder. Maar met name voor het futsal en met name aan de dameskant gaat het heel goed. En we hebben op woensdag, elke woensdag, een futsalcompetitie. Die heeft Timothy Narbold opgezet. Dat is ook eigenlijk de drijvende kracht achter het futsalverhaal. En daar proberen we dingen omheen te organiseren, zoals een pubquiz en dat soort dingen meer. Dat doet Timothy ook, is een van de presentatoren. Maar het is gewoon heel erg leuk om te zien wat de dynamiek die erin zit. En dan blijkt toch futsal aansprekender dan zaalvoetbal. Ik heb trouwens 29 juni, heb ik helemaal niks te doen. Nou, dan moet je vooral hier naartoe komen, want dan is de finale dag van het Bres voetbaltoernooi. Ik wil me niet zelf uitnodigen, maar eigenlijk naar zo'n toast. Bij deze ben je uitgenodigd. Nou, dat doen we dan. Tot dan. Blijf gezond. Dat gaan we zien elkaar doen. De 29e. En heel veel succes met Bres, met name het voetbal voor zowel dames als heren. Afgesproken. Nogmaals, dankjewel. Cheers. Cheers.